Ik ben Jens van Tricht, oprichter van Emancipator, organisatie voor mannenemancipatie. Het is belangrijk dat mannen bijdragen aan de emancipatie van meisjes en vrouwen. En bovendien hebben ze een wereld te winnen als het gaat om verbetering van hun eigen leven. Zo'n 30 jaar geleden werd ik geraakt en gegrepen door verhalen van vrouwen waar ik mee woonde, werkte, leefde, actie voerde voor een betere wereld. En er waren gruwelijke verhalen over geweld, seksueel geweld, misbruik, meer alledaagse vormen van seksisme, mannendominantie. Ik heb die verhalen serieus genomen en ik ben gaan luisteren. Ik heb lang en veel geluisterd. Ik heb heel veel zelfonderzoek gedaan. Ik heb er een academische studie aan gewijd. Ik ben me gaan verdiepen in de rol van man en mannelijkheid bij veel van dit soort problemen waar die vrouwen mee te maken hadden, maar waar eigenlijk de samenleving mee te maken heeft. Ik heb allerlei persoonlijke cursussen gevolgd. Ik heb allerlei professionele trainingen gevolgd. En ik heb 5 jaar geleden een stichting opgericht voor mannenemancipatie, omdat we het belangrijk vinden, en ik zeg we, want er is een groeiende groep mannen, vrouwen, organisaties die zich hiervoor inzet. We vinden het belangrijk dat mannen deel worden van de oplossing. Als samenleving moeten we inzien dat mannen vaak deel zijn van het probleem, dat veel problemen veroorzaakt worden door mannen, dat het vaak mannen zijn die daar de voordelen van hebben, dat er ongelijke machtsverhoudingen zijn die voortkomen uit seksistische opvattingen, stereotype denkbeelden over mannen en vrouwen, over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En als we serieus er iets aan willen doen, moeten mannen een bijdrage leveren. Na 100 jaar vrouwenemancipatie is het nog lang niet voltooid en dat kan ook niet als mannen niet actief mee gaan doen. Maar er is meer. Die stereotype denkbeelden zijn ook slecht voor mannen. Mannen hebben er ook last van. Mannen doen zichzelf en elkaar ook geweld aan. Dus gelukkig is de laatste 10 jaar steeds duidelijker dat mannen en vrouwen eigenlijk bondgenoten zijn. Dat dat hele idee van een oorlog tussen de seksen onzin is. Dat mannen onderling veel meer van elkaar verschillen dan van vrouwen als groep. En dat vrouwen onderling ook veel meer van elkaar verschillen dan vrouwen als groep van mannen. En dat er dus ook heel veel overeenkomsten zijn en heel veel overlap. Eigenlijk zijn mannen en vrouwen tot dezelfde dingen in staat als we hun daartoe in staat stellen. Als we mensen mensen laten zijn en niet in het hokje blauw, roze, man, vrouw stoppen. Met Emancipator hebben we een groeiende groep mannen die workshops geven, trainingen, die zich uitspreken, inzetten, ambassadeur zijn in hun eigen organisatie, in hun gemeenschap, etc. En we werken samen met heel veel organisaties, vrouwenorganisaties, emancipatieorganisaties, maatschappelijke organisaties, af en toe ook bedrijven, gemeenten, overheden, om jongens en mannen te betrekken bij emancipatie. En dat gaat de goede kant uit. Ik zei al, ik ben 30 jaar geleden begonnen. Ik heb me lang een roepende in de woestijn gevoeld. 10 jaar geleden bleek er opeens wereldwijd een beweging te zijn, Men Engage, Engaging Boys and Men in Gender Justice, waar inmiddels zo'n 1000 organisaties over de hele wereld met deze thema's bezig zijn. Dus ik kwam thuis. En ik had het gevoel van, oh, dit is waar ik eigenlijk naar op zoek was, zonder dat ik het wist. Van daaruit is Emancipator opgericht. Zijn we nu bezig de wereld, de samenleving, onszelf en elkaar te veranderen en te verbeteren. Maar daarmee houdt het natuurlijk nog niet op. En daar wou ik eigenlijk vandaag het over hebben. Want we moeten oppassen dat we niet dweilen met de kraan open. Een van mijn docenten bij Vrouwenstudies had ooit geschreven, we willen niet alleen een andere rolverdeling in dezelfde slechte film, maar het script moet herschreven worden. En dat betekent dat we ook onszelf moeten gaan herschrijven. En dat betekent ook dat we andere mensen toe moeten laten om ook mee te schrijven. En dat betekent dat we moeten gaan luisteren naar mensen die tot nu toe eigenlijk te weinig gehoord worden. Mensen die te weinig het podium krijgen. Dus ik vond het ook fijn, ik mag vaker een praatje houden, ik mag hier weer het woord voeren. Maar eigenlijk wil ik niet weer een verhaal houden, eigenlijk wil ik dat we leren luisteren. En daar gaat dit verhaal over. Daarom heb ik ook deze bal bij me. In de trainingen en workshops die ik geef, gebruik ik dit als spreekvoorwerp. En dan gaat dit rond en dan mogen mensen spreken. En als je dit vast hebt, ben je de enige die het woord mag voeren. Dus daarom heb ik dit nu vast. En alle anderen zijn aandachtige toehoorders, zoals jullie dat nu ook zijn.
En dit is dus wel een spreekvoorwerp, maar eigenlijk is het ook een luisterbal. En deze bal heeft verhalen meegemaakt van duizenden mensen inmiddels over die maatschappelijke problemen, over persoonlijke problemen, over vreugde, pijn, angst, lief, leed, hoop, idealisme. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die niet gehoord worden, die niet genoeg gehoord worden. Vrouwen worden in deze wereld te weinig gehoord. Mensen van kleur worden in deze wereld te weinig gehoord. Mensen die zich niet als man of vrouw identificeren, worden niet of te weinig gehoord. Mensen die weinig verdienen, in armoede leven, worden te weinig gehoord. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Uiteindelijk, als we aan een betere wereld willen werken, dan zullen we naar onszelf moeten kijken en onszelf veranderen. En dan is het niet genoeg om bij elk stapje dat we zetten te denken, ah, nu ben ik wel klaar. Maar eigenlijk is de vraag altijd weer, wat is de volgende stap die ik kan zetten? Welk verhaal van een ander kan ik nu naar luisteren en serieus nemen? Het is natuurlijk best ontluisterend in deze tijd dat wij als rijk, welvarend, vooruitstrevend Nederland, wat ooit een gidsland was of dacht te zijn toen ik nog klein was, het land waarin ik opgroeide, en dat tegenwoordig goed mens een slecht woord is. Dat je voor goed mens uitgescholden wordt. Dat correct gedrag, dat eigenlijk als een soort belediging gebruikt wordt. Dat beschimpt wordt. Waarom streven we niet met z'n allen ernaar om goede mensen te zijn? Om menselijk correct gedrag te vertonen? Waarom zijn we zo snel tevreden met ons veilige leven in deze welvarende staat? En waarom vinden we het vaak zo moeilijk om te luisteren naar mensen die het minder makkelijk hebben? We hebben nu net, ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt, maar we hebben zitten midden in de discussie over Zwarte Piet. En het zal duidelijk zijn, voor mij mag Zwarte Piet liever gisteren dan vandaag verdwijnen. Maar als Zwarte Piet verdwenen is, hebben we nog steeds een samenleving waarin mensen met een migratieachtergrond, mensen met een kleurtje, mensen met een niet-Nederlandse achternaam, dagelijks uitgesloten, gediscrimineerd worden, niet gehoord, geen podium krijgen. En ik weet, als ik dit soort dingen zeg, als ik het over mannen zeg, als ik het over witte mensen zeg, als ik het over hetero's zeg, dan raakt dat ergens. Dan krijg je het gevoel, oh jee, maar nu ben ik niet goed, ik word er ongemakkelijk van. Maar we zullen er iets mee moeten. We hebben geen idee hoe moeilijk het is voor die andere mensen. Dus dat beetje ongemak moeten wij gewoon nemen. Dankjewel.